Want wat staat er dan namelijk hier zo? Geen bommetje en niet duiken. Zijn jullie klaar voor? 3, 2, 1. Ja, ga maar verder. In de goede dag, hallo vloggers. Super leuk dat jullie weer kijken. Dan weer een gloed nieuwe vlog. Jawel, vandaag gaan we weer bijzondere dingen doen. Ik ben net terug van boodschappen. Ik heb even lekker de boodschap iets gehaald. En wat heb ik gehaald? Hebben jullie weer even zin in een kleine shoplog voor boodschappen? Komt-ie. Eigenlijk is het wel simpel. Ik heb biertjes gehaald. Ook weer ander soort drank. En wat kreeg je erbij? Nou, een gratis glas op mijn thee. Eindelijk, dat werd echt tijd. Want ik heb heel veel biertjes gehad thuis. Maar nog nooit echt een goed glas gehad. Dus nu kan ik gewoon bier drinken uit een gewoon een fantastisch glas. Heel top. En voor de rest, lekker frikandellenbroodjes gekocht met pastijtjes. Kaas voor op een broodje. Hamburger natuurlijk, ja. En ragout, want dat hoort op de pastijtjes. Dus op zich niks geks, alleen een lekkere ding eigenlijk. Oké, magische doek van het zwembad is inmiddels af. En doe natuurlijk de Texel mee. Want als het goed is, dan komt Job zo. En dan gaan we eventjes een bommetje maken in dit mega citropisch. Nou, Zuid-Europa niet, maar wel een zwemparadijs. Van de duikbank af, oh goed dat ik het trouwens zeg, want ik moet even daar een handdoek overheen leggen. Dat je niet op je mail valt eigenlijk. Dus daar even een handdoekje op leggen en dan kun je zo jumpend het water in. Want, wat staat er dan namelijk hier zo? Geen bommetje en niet duiken. En wat gaan wij doen? Een bommetje maken. Nou, we hebben ons prutsen er ook. Ja. En we willen eens even lekker een plonsje gaan maken. En zoals ik al zei, ik moet nog even daar even een handdoek op leggen. Anders dan glij je ze altijd op je mel. Dus ik ga hier even een handdoekje op zetten en dan even een bommetje maken, jongen. Het wordt de eerste keer voor jou, denk ik, in het nieuwe zwembad. Ja, ik zou hier echt wel op gaan zitten, hè. Oh. Ik zou echt geen bommetje hierop doen, hoor. Ja, waarom niet? Heb ik ook een keer gedaan, hoor. Ah, koud! We moeten geen duik in maken, want nee, dan. Maar een bobbetje kan wel. Dus ik moet hem even omkleden. Ik check u zo weer, want zo kun je natuurlijk niet het water in gaan. Ik heb het al een keer gedaan, maar toen was het gewoon raar. Want hier is straks één natte dunder. Hij moet er ook gewoon gelijk in gaan. En niet treuzelen van, oh, het is koud. Nee, gelijk ingaan. Dat is een struggle die ik heel vaak heb bij zwembaden. Dan, oh, het is koud. Nee, direct ingaan. Dat werkt de pest. Dus eerst even omkleden. Wappatee. En we zijn ineens omgekleed. En als je ze vraagt van, ben je een beetje goed voorbereid? Ja, dat wel, maar we gaan zwemmen. Stel je voor, je gaat zwemmen. Ik ben aan het voorbereiden om te zwemmen, normaal gesproken. Maar nee, Job bijvoorbeeld, die is echt heel tijd aan het voorbereiden met de camera. Die zit al 10 minuten bezig om een camera goed op te plakken. Het is nog niet te geloven, joh. Of zoals we altijd zeggen, alles voor het shot. Nou, prutser. Ja, zou ik eerst de duik nemen? Nee, ik ga niet duiken. Ik zal niet gaan duiken nemen, dan gaat het gewoon net mis. Gewoon er gelijk ingaan. Oh, kom. Leentje. Lekker man! Je maakt er een zwembad van. Het is echt een zwembad. Nee, dat begint echt te worden. Als je alles gelijk zegt. Ik wil gelijk in ieder geval. Oh mijn god. Het is wel gevoel, je hebt een gevoel natuurlijk. Ja. Ruik je het? Ja, maar ruik ik. Weet je wat ik ook ruik? Hallo. Zijn jullie klaar voor? 3, 2, 1. Niet nadenken, maar gewoon doen. Hey, buren. 3, 2, 1. Oei. Ah, nou, dat was wel een lekker bommetje, hoor. Zo. Mag ik wat gebeuren? Ja, dat gaat weer mis. Dat doe ik ook. Ja, dat gaat altijd mis. Als Job het gaat doen, dan gaat het altijd mis. Ik weet niet hoe je dan gewoon landen met je billen naar beneden en je voeten omhoog. Het is water, hè? Dus ja, maar het is wel een diep. Nuts. Als ik het kan, dan kan jij het ook. Goed springen, hè? Goed hoog. Ah, nee, ik ga niet hoog. Je wordt van twee kanten gefilmd, dus als het misgaat, dan... Wat was dat overgekomen? Oh mijn god. Ik dacht dat ik erg was, maar je hebt zoals hele zin dat... Dat is wel lekker, hè? Ga ik ook eens even gaan zitten. Oké, we moeten gewoon even helemaal ingaan. Ik ben nog niet helemaal ingeweest, dus komt ie, ja? Speciaal voor jullie. 3, 2, 1. Oei. Nou, als jij gewoon zo'n mooie duikje maakt, dan maak ik er gewoon even een mooi shotje van. Krijg je nu shotjes te zien. Niet de shotjes om te drinken, maar wel op te kijken. Jongens, altijd
praat over een museum, jeetje. Hè? Ik moest er wel even het badje bij vullen, hoor. Kijk, ik heb het jongen. Oei, lekker hoor. Het eerste seizoen met het museumbadje. Oké. Oh, kijk dit ook, jongen. Iedere keer als je dit ziet, dan denk je, het kan niet erger. Maar wacht maar eens tot mijn zus hierin is geweest. Ik heb nog een lieve zus. Even lekker zo chill ook, zo je zo echt meetings kunnen organiseren. Doen we niet wat bij de weten, dat gaan we niet doen. Maar ik heb ondertussen de camera aangezet. Nou, die nog niet aangezet, maar wel neergezet. En nu dacht ik van, weet je wat? Lekker muziekje bij, gaan we een beetje chill vibes doen voor de zomervlogs. Want de zomervlogs zijn nou ook begonnen, dus muziekje erbij en lekker chillen met die billen. Nou, dames en heren. Ik zou zeggen, gaan we lekker zwemmen in Bacardi Lemmen. Oh. Dit is zo droog dit. Nou, komt die prutser? Ja, kom eraan. Ik ga dat even zwemmen, dus op naar de timelapse. Zo, Real, hoe ziet een dagje zwemmen eruit? Nou, flinke paar plonzer. Nou, jullie zien het. De hele rand is eruit. Oh my god. Ja, die heeft wel wat moeten doorstaan, die handdoek. Nou, het is maar even dus lekker een beetje in het zonnetje drogen. Ja, ga maar verder. Ik doe helemaal niks. Prutsen, echt waar. We gaan altijd wat knussen. Ik wil het zeggen. Toevallig was ik weer aan het vloggen. Hoeveel stoel heb je gebruikt? Heb je oh, je kunt gewoon rustig zitten hoor. Hij is niet een hufterproef volgens mij. Een hufter? Zo, we zijn op dit moment eventjes lekker thuis aan het chillen. Maar dat weten jullie al heel lang. Dat heb ik natuurlijk net in de vlog kunnen zien. Ondertussen zijn we ook live op TikTok. Ja, echt waar, op TikTok. Als je wil volgen, jongens. Ja, ik doe niet heel veel met TikTok, weet je. Ik vind het gewoon leuk om soms wat fragmentjes erop te zetten. En ja, dat komt dan gewoon op TikTok en dat wordt dan ontvangen. Maar ik doe niet heel veel met TikTok. Maar Job is al heel lekker bezig met zichzelf insmeren. Wil je dat insmeren? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het echt een rot iets om in te smeren. Dat weet ja, niet. Maar ja, als je verbrandt, dan is het nog rotter. Precies, dan sta je onder de douche. Dus dan is dat is nog erger, want dan sta je letterlijk... Wil jij mijn rug even insmeren? Zo? Dat kan ik niet, hè? Doe even je shirt uit. Shirt uit en zwaaien. Gooi die handjes in de lucht. Nou, doe je shirt maar uit. Dan ga ik even insmeren. Goed, ik heb dus net weer even een duimpje gedaan. Ja, dat wilden ze graag allemaal op TikTok. Hier zo, ze zijn hier allemaal op TikTok. Daar zo. Ah. Maar goed, weet je, ik... En dan vragen ze van, wil je een salto doen? Maar nee, jongens, dan breek ik echt mijn nek. Als ik hier een salto in ga doen... Het zal wel vet zijn, maar dat ga ik niet doen, want dan breek ik echt mijn nek. Dus ik ga nu even lekker alles laten opdrogen hier zo. En dan... Ja, precies. Dus helemaal top. Even lekker opdrogen, lekker in het zonnetje chillen. Zo, het is toch maar even besloten om dat parasolletje uit te klappen, want het is zo warm, joh. Ik kon deze vlogcamera al haast niet meer gebruiken, want als hij op een gegeven moment een tijdje in de zon ligt, dan is hij bepaald overheat of zo. Dat doet hij niet meer. En ondertussen zit Job een beetje op Instagram een beetje chickies te fixen. Nee, van die neppe... Ja. Van die meisjes die je graag willen, maar dat zijn vaak van die bots. Volgens mij wonen zij ergens in Frankrijk of zo. Nou, succes. Nee. Nee, je hebt heel vaak van die mensen, van die dames op Instagram. En dan sturen ze een bericht van, god weet je, ik vind je leuk. En heb je zin om foto's te sturen met dat het dan verder gaat dan dat wij nu zitten, zeg maar, in een zwembroek. En ja, dat zijn vaak van die, dat moet je natuurlijk nooit doen. Maar dat zijn van die vaak van die vervelende... Nee, ik heb geblokkeerd. Van die bots of zo zijn dat op Instagram. Dan heb je ook van die groepen. Als je dan, ja, niet alleen op Instagram, ook op Facebook. Ja, overal zijn die dingen tegenwoordig. Even met een parasolletje bij, want mijn camera die raakt overhit en voor de rest. Het zwembad, ik denk dat ik nog even één duikje doe straks. En dan ga ik het zwembad langzaam afplakken. Maar dan is het alweer bijna 4 uur geweest en vanavond gaan we nog even weg. Dus
Ja. Nou Prutser, ik hoop dat je een beetje trek hebt in ijs straks, want 10 euro per ijsje ongeveer. Weet je? Een cadeaubon van 10 euro. Oh mijn god. Nee, 1 euro per bolletje, hè? Het is 1,50 per bolletje, dus dan reken maar eens uit. We hebben 10 euro per persoon. Het wordt wel een groot ijsje, dat is één ding wat zeker is. Ja, op zich, die bolletjes zijn best groot hoor. Dat, maar als het één keer goed warm is geweest in Nederland, dan is het gelijk weer onweer. Zo is het altijd. Nou goed, wij zitten in ieder geval lekker aan ijsjes dadelijk. Nou, waar zo'n cadeaubon allemaal niet handig voor kan zijn, hè, Prutser? Lekker, iets makkelijk, zo lekker aan het terras. Jij moet even kijken of hij al veel filmde. Zo, nou we zijn inmiddels weer lekker op pad. We hebben lekker ijsjacht te kiezen. En ondertussen hebben we ook nog wat leuks gedaan. We zijn even een beetje bezig kijken op internet naar evenementen in de buurt. We gaan nou het hele bijzondere en leuke aankomen. Dus houd het vlogs vooral in de gaten, wordt echt leuk. Hé Prutser. Ja. We gaan inderdaad over 2 vlogs, zien jullie dat, gaan we naar Geesteren. Zo dames en heren, toen was het tijd voor een pils. Een lekker pilsje. En nu had ik bedacht. Je ziet toch altijd bij van die festivals, bij die bars en zo, dat ze altijd dat bier schuin houden om het een beetje netjes te krijgen dat de schuim erop gaat. En dan ga ik dat precies hetzelfde doen, dat ga ik proberen. Kijk, het is namelijk zo, bij evenementen doen ze heel vaak. Wow. Nou ja. Het zit in de buurt. Ja, hoe doen ze dat dan bij festivals? Doen ze altijd iets kantelen? Geen idee. Nou, proost. Lekker koud. Oh. Zo, we zijn inmiddels even lekker weer thuis. Waren we al een tijdje, maar goed, maakt niet uit. En hoe gênant is het om je eigen vlog terug te kijken? Ik bedoel, jullie weten natuurlijk, ik edit mijn eigen vlogs. En dan zie je ook heel vaak eigenlijk je vlog terug. Maar zo is het ook wel grappig om een keer je eigen vlog terug te zien met Prutser. Zeker. En dan heb je nog een tweede biertje erbij. Echt nice. Dat was ook leuk. Ja, ik ga het niet allemaal filmen, want dan, dan ga ik een vlog filmen op een vlog filmen. Dat is een beetje raar. Dus ja, toen zei ik gewoon lekker de vlogs aan terugkijken. Soms ook wel leuk om oude avonturen terug te kijken, hè, Prutser? Ja. Zo, dames en heren. Gezien ik verder rest voor nu niet meer zoveel te filmen voor jullie, gaan we deze avond even mooi afsluiten. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende vlog. Morgen om 5 uur. Blijf positief, vergeet het blauw duimpje omhoog te doen. En dan abonneer mijn kanaal, hier ben je hier te gaan. Check nu morgen om 5 uur dus weer hier op Mitty. En zeg je zonder, blijf positief. Peace!